Nou, mijn naam is Anja Vedder en vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met Rick Vaassen en met Laurens Hagens. Allebei grote dansers in Nijkerk. En met name Rick is bekend uit een heel gaaf boek. Het boek heet Het Podium is voor jou. Daar wil ik wel iets meer over vertellen. Want in dit boek hebben Maranka Pater en Mathilde Dussol en ik hebben daar samen aan gewerkt om mensen met een beperking en talenten centraal te zetten. Want wij vinden eigenlijk dat deze mensen wat meer onder de aandacht mogen. Dat ze meer in beeld mogen zijn om te laten zien wat ze kunnen, waar ze goed in zijn. Nou, Rick heeft meegewerkt aan dit boek. Jij hebt met Dan Carity gedanst, hè? Ja, klopt. Dat is nog niet eens een bekende Nederlander. Dat is gewoon een wereldberoemde danser. Ja. En choreograaf. Ja. Kan je er iets meer over vertellen, Rick? Hoe die dag voor jou was? Wat heb je allemaal gedaan? Nou, met Laurens en ik heb ik alles geleerd hoe je kan doen. En het is echt heel fijn. En als ik Dan Carity zie, dan ben ik verrast. En ja. Want wat verrast je dan? Nou, als hij mij tegenkomt, dan krijg je achterom. Maar dan ga ik zelf oefenen en dan kijk ik achter in mijn mond open en zeg het. En nu, ik heb echt gebeurd. Ja, dus je was helemaal verrast dat jij met Dan Carity een ontmoeting had en dat je nog samen mocht dansen ook? Ja. Ja. Je bent naar een dansschool geweest, hè? En er waren heel veel spiegels. Ja. En er zijn prachtige foto's gemaakt door Mathilde. Ja. En hij heeft je ook wel wat geleerd, hè? Ja. Wat kan je misschien, kan het nu misschien een klein pasje dat je denkt van, nou, dat kon ik nog niet. Nou, en dat leerde hij mij. Ja. Laurens die heeft de vorige keer, zei ik ook tegen hem, van de moonwalk ga ik leren. En ja, dat wil ik gaan doen. Want wat is de moonwalk? Want ik weet eigenlijk helemaal niks van dansen. De moonwalk is met de tenen bewegen. Oké. En wie heeft die dans dan bedacht? Want dat is dus wel een hele bekende dans. Ja. Dat is Laurens zelf, die heeft een nummer van Michael Jackson. Oké. En heb ik gedanst. Ja. Hey, en want toen jij klein was, was je toen ook al heel erg fanatiek met dansen of niet? Ja, dat ook. Ja? Ja. En met wie ging je toen dansen? Met je vader en moeder of met je broers? Of? Nou, eigenlijk van mijn zus. Oh, met je zus? Ja. Oké. Dus die houdt ook van dansen? Ja. Ja. Leuk. En welke dansstijl hou je het meeste van? Want ik heb vroeger bijvoorbeeld op stijldans gezeten. Ik heb een bronzen diploma gehaald, maar daar hoor je nooit meer iemand over. Nu heb je weer hele andere dansen. Ja. Wat is jouw favoriete dans? Hip-hop. Hip-hop? Ja. En twee dansen. Street dance. Ja. Oké, top. Hey, en Laurens, hoe ben jij in contact gekomen met Rick? Hoe is dat gelopen? Want jullie wonen niet in dezelfde plaats. Hoe ging dat? Ik ben eigenlijk in contact gekomen met Rick door Maranke. Die inderdaad mij vroeg van, zou je een keertje met Rick willen trainen? Want hij heeft een hele grote ontmoeting met Dan Carity natuurlijk. Dus vandaar dat ik zei van, nou, dan wil ik hem wel een keertje helpen om even wat dingen gewoon in elkaar te zetten. Dat hij in ieder geval een beetje voorbereid was op wat hij kon gaan doen en wilde gaan laten zien. En eigenlijk vanaf dat moment zijn we elke week gaan lessen. En is hij eigenlijk elke week bij mij geweest en heeft hij een privéles elke week. En dan dansen we een uur lang en dan ook inmiddels al drie eindshows gedaan, denk ik. En optredens gedaan met Rick, ja. Vertel eens, dat zijn privélessen. Rick doet niet mee met de groepslessen of doe je daar ook wel eens aan mee? Hoe gaat dat? Nee, in principe geef ik dus Rick echt de privélessen.
Hij zou wel in een groep kunnen hoor. Maar ik denk dat hij, als hij in een groep is met mensen bijvoorbeeld van de, waar hij werkt, bij de postkamer, bij de werkkamer, dat zijn niveau dan veel hoger is, ook qua dans en qua onthouden in vergelijking met anderen. Dus ik vind wel dat hij zeg maar wat meer moet worden geboost en dat hij wat meer uitdagingen kan gebruiken. Ja, jij ziet dus dat je hem nog wat kan leren. En hebben jullie bepaalde doelen dan voor ogen waar je naartoe wil werken? Ja, hij heeft heel veel potentie gewoon. Hij heeft heel veel drive sowieso. En we hebben eigenlijk naar best wel veel dingen al toegewerkt. Want hij kwam binnen en toen dacht hij had geen idee bijna dat hij tot 8 moest tellen. En op een gegeven moment kwamen er een soort van aanknopingspunten voor hemzelf ook. Dat hij het snapte wat het was qua herhalingen. Soms herhaalden we refreinen, aanknopingspunten in muziek. Maar vooral bij Rick was ook een dingetje naar voren kijken, dat bijvoorbeeld. Want Rick vindt de grond heel mooi. Toch? Ja. nee, dat soort dingen. We werken echt wel niet alleen per se aan de choreografieën en aan de techniek zelf, maar ook aan de performance. Dat hij naar voren blijft kijken, dat hij mensen blijft boeien ook. En ik denk dat hij daar heel erg in gegroeid is al de afgelopen 2-3 jaar. Wat is het? Tijd vliegt hoor, gaat heel snel. Ja. Ik denk al wel 3 jaar, want ja. Het boek is ook al 3 jaar geleden gemaakt. Dus die ontmoeting zal wel 3 jaar geleden zijn gestart. En Rick, wat zijn jouw ambities? Want je werkt bij de werkkamer en bij de postkamer, maar heb je misschien dan ook nog ambities in de danswereld? Of hoe zie je dat? Nou, ja, als ik mijn werk ga doen, dan ga ik muziek luisteren. Dan ga ik zoek een nummer die mij past. Zoals hip-hop tunes of Michael Jackson. Als ik hem commandeer, dan dat voel ik. Je vindt het heerlijk om met muziek op te werken. Ja. Dan kan je bijna niet stilzitten, denk ik, of wel met je werk. Nee. Hey, en kan je niet van je hobby je werk maken dan? Want Laurens die heeft ook wel heel veel talenten en ambities. Dromen jullie daar eens van? Ja. Ik droom nu ook bij Laurens, maar ook hij is geweldig voor mij. En hij zei, ja, ik ben een passie van muziek. En als ik terugdenk, van 10 jaar terug, toen denk ik, ik moet dingen pakken, mijn eigen leven. Goed voor jou. Ja, jij denkt, ik moet wat met mijn talenten doen. Ja. Juist. Nou, dat doe je wel aardig goed, hè? Als je ook in zo'n boek komt en in heel veel kranten heb ik je zien staan. Ja. Dus, Laurens, zijn er mogelijkheden voor jongens zoals Rick die deze ambities hebben? Bestaat dat? Ja, ik denk dat je het vooral als ik bijvoorbeeld, dat ik het zou kunnen creëren ook natuurlijk. Mm-hmm. Rick en ik hebben het eigenlijk 3 jaar geleden al eigenlijk toen over gehad dat we eigenlijk wel Holland's Got Talent wilden doen. Toevallig hebben ze dan een paar jaar overgeslagen, maar ik bedoel, dat zijn wel plekken waar je zo'n act kan neerzetten natuurlijk. En ik denk dat Rick het fantastisch zou doen, namelijk ook. Alleen ja, toen kwam deze hele situatie. Ja, jammer hè. Anders was het dit seizoen wel, het is niet het seizoen voor Rick dus nu. Nee. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we, als we het doen, dat het een seizoen is waar gewoon publiek is en dat iedereen gewoon keihard voor jou kan juichen. Ja. Want dat werkt bij Rick wel het beste. Als het publiek is, dan gaat hij helemaal los. Ja, ik zie Rick natuurlijk wel eens dansen bij Hello You. Ja. He, dat zijn ontmoetingsavonden voor mensen als Rick die met elkaar een leuke avond hebben. En dan ga je altijd uit je dak met dansen. Ja. Over de vloer en iedereen om je heen klappen, allemaal enthousiast. En daar hou je heel erg van. Ja, ja, mooi om te zien hoor. Hey, en Laurens is natuurlijk een soort van docent of coach, hoe noem je dat voor jou? Nou, hij is een trainer. Trainer? Een coach. Coach. Laurens is natuurlijk een ster in dansen, dus misschien kan je wel eens
vrienden of mensen van Hello You zeggen van joh, dans is hartstikke leuk, word je vrolijk en blij van. We gaan het eens een keer samen doen. Ja. Heb je een groepje? Ja. Of niet dan? Ja. Laurens, wil je nog iets vertellen over het talent van Rick? Waar is hij speciaal goed in? Performen wel. Het is wel echt... ook al zou ik hem geen choreografie aanleren en je zet hem gewoon neer en je hebt een publiek voor hem staan, dan gaat hij helemaal los. Dan is het echt, dan kan hij gewoon een uur lang kan hij gewoon dat podium vullen met van alles en nog wat. En ik zou eigenlijk niks meer hoeven te doen. Nee? Nee, dat is echt, die zet muziek aan en dan gaat hij. Hé, maar Rick, je moet, ik zie altijd als ik dat een uur moet doen, dan lig ik al helemaal voor apengapen. Ik hou dat niet vol. Je moet hele goede conditie hebben. Je moet sterk zijn. Hoe hou je jezelf zo goed in conditie dan? Nou, ik denk ik mezelf geloven. En je voel in je ritme, in je hart, dan als je een hoger niveau krijgt, dan nieuw misschien mijn droom uitkomen. Je gaat niet 's morgens als je opstaat eerst een uur sporten om goed in conditie te blijven en dat doe je niet? Ja, dat doe ik altijd. Maandag doe ik krachttraining. Oh. Mm-hmm. En donderdag ga ik ook sporten met mijn vader. Dus, en fietsen en lopen. Oh, je bent gewoon een sportman in hart en nieren. Ja. Zit helemaal in jou. Ja. Top. Hé, hey, volgens mij moeten we straks ook eens even wat gaan zien van jou. Want we praten er wel over en dan denken we, nou, daar komt wat hoor straks. Dus ja, je hebt zoveel verteld. We willen graag ook even naar je gaan kijken. Ja, is goed. En ik denk dat jij een heel mooi voorbeeld bent voor heel veel andere mensen die misschien een beperking hebben. Maar jij laat wel zien, van als je een beperking hebt, kan je een heleboel doen. En dan kan je ook wel ergens goed in worden, omdat ik... Je moet erin geloven, hè? Ja. Jij zegt dat, je moet erin geloven. Ja. En nou, in dit boek zie je heel veel mensen die graag zingen, die goed zijn in koken of bakken. Die hebben een mooie ontmoeting gehad met Corrie Konings, of met bekende koks of bakkers, of met Donnie van der Beek, voetballers. En dan zie je echt dat mensen heel veel talenten hebben. We hebben er 3 boeken mee kunnen vullen. Met mensen die allemaal talenten hebben en ergens goed in zijn. En jij bent er eentje van. Ik vond het hartstikke leuk dat jij er wat over hebt verteld. En Laurens, dat jij hem zo mooi coacht en ondersteunt. En helpt hem een nog hoger niveau te bereiken. Dus ja, eigenlijk mensen zoals jij zijn ook heel erg nodig. Vind je niet, Rick? Ja. Je moet eigenlijk altijd een beetje een coach hebben. Mensen, ja, bij je die zeggen van, joh, je kan het. Ja. 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 Dus, nou, ga ervoor. En nou, misschien zien we je nog wel eens een keer bij Holland Got Talent. Want dat, ja, zou wel een kroon op je werk zijn. Ja. Zeker. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Jij met je sportschool. Dank je wel. Met je dansschool. Jij met je carrière. Ja. Nou, dan gaan we nu even kijken, denk ik, hè? Oh ja, shake body. Oh ja, move body. Make you ring alarm. Oh ja, shake body. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I music, I flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ni llegaron los Anunnaki. No le pares.
conocer. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki.